Hey, goedendag mensen. Ik weet niet of het bij jullie middag of ochtend of avond is, dat maakt niet zo gek wel uit. Hier is het nou middag. Ik ben Roel Dijksma van Wageningen University en ik probeer jullie wat uit te leggen over water in Nederland. Water en waterbeheer, de mogelijkheden en onmogelijkheden. Ik doe dat nu via internet, hè, zoals nu alle hogescholen en universiteiten nu proberen via internet onderwijs op peil te houden door corona. Doen wij dat ook. En dit is een soort stukje van een onderwijs wat we doen in Wageningen. En met name dan met zicht op wat er in Nederland gebeurt. Ik zal even kijken of ik de PowerPoint aan de praat krijg. Dat doet hij het. Dit is het eerste beeld. Dit is het water in het landschap. Dit is niet Nederland, zoals je ziet. Je ziet bergen daar helemaal linksboven in de hoek. En je ziet de zee. Je ziet wat polders, je ziet rivieren. En in feite is dat wat we proberen te duiden nu in nou, iets van een half uur of zo. We gaan het wat hebben over neerslag en over verdamping. Nou, runoff is van hoeveel water gaat over de oppervlakte stromen als het heel hard gaat regenen. Hoeveel doen de rivieren? En wat doet die grondwaterstroming? Je ziet dat water niet, maar het is wel iets wat onder je voeten gebeurt en waar nogal veel water onder je doorgaat. En dat is wat we ook heel veel gebruiken, bijvoorbeeld voor waterwinning. Nou, een ander ding is van, is er iets van berging? En is er iets van verandering van berging? Dus hoeveel water hebben we in Nederland en hoeveel verandert er in die watervoorraad op het moment dat het heel nat wordt of heel droog wordt? En hoe belangrijk is dat? Bijvoorbeeld in die droge zomers van de afgelopen 2 jaar. Nou, om dat een beetje aan te sluiten bij, zeg maar, waar we mee bezig zijn, zie je hier een voorbeeldje in Nederland. Dit is Drachten, Friesland. Dat is op een plek waar zeg maar, de Fries-Drentsch Keilijnplateau, dat al de hele hoek van Drenthe, een stuk van Groningen en een stuk van Friesland, samenkomen. Dat is door de gletsjer op tijdens de voorlaatste ijstijd is dat neergelegd en de water stroomt daar niet zo makkelijk langs op. Dat wil er niet in, dat wil er voor een deel overheen. En juist op die overgang van het relatief hoge van de Hondsrug en het Keilijnplateau. En het lage stuk van Friesland, daar heb je dus extra water. Hè, er komt ook water van het zuidoosten af. En daardoor ook groter risico op wateroverlast. Nou, dat is heel mooi opgelost in Friesland bij de Zanding, bij Drachten. Waarbij je, en dat zie je mooi op het plaatje rechtsonder, een soort vertanding, een tandvormige woonwijk hebben ze daar gecreëerd waar nogal wat huizen staan. Huizen met bootjes erbij uiteraard, omdat je heel mooi waterrecreatie kunt doen daar. En je hebt waterberging. Dus het is een hele mooie combi van factoren daar, stapeling van functies in het Nederlandse gebied. Nou, een andere plek, iedereen kent dit wel, West-Nederland. Hele hoge waterpeilen in de sloot, heel versloten, heel dicht bij elkaar. En dat is in die, zeg maar, venige hoek van Nederland. In dit geval is dat bij Mijdrecht, tussen Utrecht en Amsterdam. Net bij de Vinkeveense Plassen. En daar zie je een heel dicht ontwateringsdrainagepatroon. De sloten die zitten heel hoog, het heel versloten, je hebt heel versloten oppervlak. En dat is omdat er veel veen verveend is. En omdat veen de neiging heeft om heel veel en heel snel te oxideren en in te klinken op het moment dat je daar zuurstof bij laat. Dus als je het peil te laag doet. Er komt de lucht bij, er komt de lucht in dat veen, dan gaat dat gewoon feitelijk aan de lucht, zou je kunnen zeggen, een beetje verbranden. Dus het verdwijnt. En dat willen we niet, want dan gaat je maaiveld naar beneden. Dus waarom hebben we dit soort landschappen dan typisch in Nederland? En wat gebeurt daar dan? Iets waar we naar kunnen gaan kijken. Nog een voorbeeld. We hebben heel veel verstedelijking tegenwoordig. We hebben veel meer huizen nodig dan een aantal jaren geleden. Hier zie je Utrecht. En als je daar Nieuwegein bij telt, dan heb je daar eigenlijk een hapje uit Utrecht. He, die hele zuidwestelijke kant, daar zijn geen huizen. Dus dat zou een hele mooie plek kunnen zijn voor woninguitbreiding. Maar dat is wel net op die overgang van het relatief droge land, van het relatief hoge land, naar het lage deel van Nederland, waar dus dat veen zit. Dus moet je daar anders mee omgaan, moet je daar anders inrichten. En dat is wat je heel mooi in het plaatje rechtsboven ziet. Heel veel oppervlaktewater erin, veel waterberging die je moet creëren, veel groen erin, dus daar komt veel natuur dan in terecht als dat project doorgaat.
En daarbij kun je daar woningbouw creëren. Dus je moet veel meer kijken tegenwoordig naar de mix van wonen, natuur en water en waterberging dan dat we dat in het verleden deden. Dus dat is een heel duidelijke verandering van denken in het huidige Nederlandse landschap. Dit beeld geeft aan wat de grote rivieren doen. Dit is een plaatje van de Rijkswaterstaat. U ziet de Rijn. De Rijn die pakt normaal gesproken iets van 2200 kubieke meter per seconde. Dat is wat bij Lopen het land in komt. Bij Tolkaber zou je dat kunnen zeggen. En een deel daarvan gaat dan naar het Pannerdams Kanaal. En dan via de Nederrijn of de IJssel gaat dat land uit. Of dan via het IJsselmeer. En je hebt de Maas. Nou, en je ziet die verhoudingen nu, hoe dat verdeeld wordt door Nederland. We zijn voortdurend aan het sturen, de Rijkswaterstaat dan met name, op het oppervlaktewater. Nou, dat heeft niet alleen de functie van waterafvoer, maar dat heeft ook de functie van scheepvaart. Dus er is heel veel scheepvaart op, met name de Waal, maar ook op de andere rivieren. En dat willen we ook in stand houden. Dus ook daar hebben we weer te maken met verschillende functies. En die functies die staan af en toe onder druk. Bijvoorbeeld met te hoog water, bijvoorbeeld met te laag water. Dit is een plaatje van het westen. Hier heb je rivieren. Hè, dus je ziet hier mooie Nijmegen afgeduid. Je ziet Amsterdam. En je ziet eigenlijk die grotere kleurvlakjes. En dat zijn de hoofdeenheden van de bovenste laag als je gaat boren. Dus je ziet de duinen, dat is geel, grof zand. Allemaal materiaal wat daar ooit de rivier is aangevoerd en door de Noordzee dan weer op bulten gegooid. En dat zijn dan onze duinen. Je ziet het blauwe, dat zijn de rivieren. Nou, dat is nog de oeverwallen en de kommen. Dus het relatief grove materiaal en de kommen zijn dan de kleien. En ga je verder naar het westen toe, dan hadden de rivieren niet meer dat materiaal om neer te leggen. En dan ga je naar dat pazige en dat groenige toe. En dan ga je naar kleien en ga je naar veen toe. En voor de rest heb je nog de oude stukken. Dat zijn die oranje hoeken. Dat zijn de grote stuurwallen van die voorlaatste ijstijd van 120.000 jaar geleden. Dus dat zijn de eenheden die we apart kunnen gaan bekijken. Van wat stroomt dan nu en waar gaat dat dan heen? Nou, als je nou eens inzoomt op het veld. Dus waar zit het dan? Waar kun je dan gaan kijken naar water? Heb je hier zo'n vereenvoudigd plaatje met een boom, met een struikje en een wortelzone. En dat blauwe is dan, daar zitten alle poriën vol met water. En dat bruine stuk, daar zit ook nog lucht in een deel van de poriën. Maar dat vinden natuurlijk wortels wel heel prettig, maar die hebben ook zuurstof nodig. Dus bij voorkeur zitten wortels van planten niet in dat verzadigde stuk van de grond, maar in het onverzadigde stuk van de grond. En dan kunnen we gaan kijken van hoeveel neerslag valt erop, hoeveel verdamping gaat er dan uit. En als ze dan in die verzadigde stuk van de grond zit, waar gaat het dan heen? He, dat kan daar niet maar blijven zitten. Want dan uiteindelijk zou de hele grond vollopen. Nou, uiteindelijk heeft een oude man in Frankrijk ooit een proefje gedaan om te kijken hoe zit het dan met die grondwaterstroom? Hoe werkt dat nu? En die man die heette Darcy. En die had een buisje met grond gevuld en aan beide kanten een bakje gehangen. En dat ene bakje had hij een constant pijl. Dan zet hij de kraantje open. En aan de andere kant had hij een bakje en met een uitstroompunt. En dan liet hij dat aan die kant uitlekken. En hoe groter het pijlverschil tussen die bakjes, hoe harder het ging stromen. Hoe groter de diameter van het buisje, hoe harder het ging stromen. Hoe langer het buisje, hoe minder het ging stromen. En hij merkte ook dat er een behoorlijk verschil zat tussen wat hij in dat buisje deed. Of daar nou klei in zat, of daar nou zand in zat, maakte nogal wat uit. Nou, en dat is wat hij zocht. Dus hij kon daarmee dus vertalen wat er gebeurt in de ondergrond. Dan nu ga ik wat van die gordijnen opentrekken. Die hangen er natuurlijk niet voor niks. Dit is wel een huiskamercollege. En zoals je hier ook nu achter me ziet. Ik zit hier gewoon in mijn huiskamer een beetje te vertellen. Maar dan krijg je dit. Dus als je de gordijnen opentrekt, hij heeft een oppervlakte van het buisje. Hij heeft een pijlverschil. Hij heeft een lengte van het buisje. En dat bepaalde dan wat er aan stroming zat. Nou, dat kon hij dan ook eens een keer op een wat wiskundige manier opschrijven, maar dat is op zich niet zo belangrijk. Maar dan zie je die Q, die is dan de stroming. En die K die daar staat, is dan wat voor grond heb ik in mijn buisje gestopt. En uiteindelijk was die Darcy, nou, was wel heel goed en heel slim. We gebruiken die methode naar heel veel.
Maar was eigenlijk niet zo gek veel anders dan wat jullie waarschijnlijk kennen, wat mogelijk kennen, misschien wel hopelijk kennen van de natuurkunde lessen. En dat is Ohm, die de stroming in stroomdraden heeft berekend of een formule voor gemaakt. En die is wat je naar bovenaan ziet. En in feite is het gewoon hetzelfde. Dus wat Ohm had als van oké, maar ik heb een koperdraad, een ijzerdraad, een messingdraad en daar een bepaalde specifieke eigenschap van gemaakt, heeft Darcy ook een specifieke eigenschap gemaakt van de verschillende grondsoorten. Nou, dit is dan het beginsel. Dus je kunt zandlagen hebben, daar kan het water heel makkelijk doorheen, kan er heel goed doorheen. En kleilagen wil het eigenlijk slecht doorheen. Een dunne kleilaag, dat wil nog een klein beetje, daar kun je nog een beetje verticale stroming erin krijgen. Maar horizontaal wil dat helemaal niet. Ja, dat is net als dat je probeert water door een pak boter te duwen. Dat lukt gewoon niet. Nee, probeer dat maar eens thuis, zou je kunnen zeggen. Dus er zit wel stroming horizontaal in zandlagen. En dat kan door klei heen naar de oppervlakte komen. En dat heet dan kwel. En als het de grond in zakt, dan heet dat wegzijging. En dat water ben je dus voorlopig even kwijt, maar dat komt uiteindelijk wel weer ergens terug. Dus nog iets wat ik wil toevoegen. En dat is dat er heel veel boringen zijn in Nederland. Vele honderden. Allemaal buisjes in de grond. En die buisjes die zijn nuttig omdat je daar een waterpeil in kunt meten. Dus hoe diep staat dat water? Wat voor druk heeft dat water als je daar een buisje zet? Nou, die lijnen, die stipjes beter gezegd, die kun je hier zien op deze kaart. En daar kun je lijnen tussen trekken op die overgangen bijvoorbeeld van een hele meter. Nou, die dingen die heten dan grondwaterlijnen of isohepsen, wat je maar wil. En over die lijn is de druk overal gelijk. Dus als er druk gelijk is, dan krijg je geen stroming. Dus die stroming die is eigenlijk loodrecht op dat soort lijntjes. Nou, die lijntjes die zal ik de komende dia's ook een paar keer laten zien. Om te laten zien waar komt het water vandaan, waar komt het heen. Zodanig dat je dat eventueel ook kunt vertalen naar wat er in jouw omgeving gebeurt. Nou, dit is nog een voorbeeldding. En dat is niet in Nederland, dat is in Slowakije. En daar heb je een bekken wat tussen twee bergrijen zit, de Hoge en de Lage Tatra, met meer in het midden. En dan loopt de rivier de Waag tussendoor. En hier kun je aan die lijntjes zien, dat rechtsboven, daar staan die lijntjes een beetje als een bobbeltje. En dan zie je dat die rivier, het rivier water verliest. Het water gaat de grond in. In het midden van dat dal, van het bekken, stroomt het rechtdoor. En aan het eind van het dal komt er weer water uit dat bekken en gaat weer de rivier in. Dus dat is iets wat vrij klassiek is in waterstroming. Dus je hebt heel veel samenhang, veel uitwisseling tussen het grondwater en het oppervlaktewater. Het water gaat de grond in en komt ergens in een sloot terecht, komt ergens in een beek terecht, komt ergens in een rivier terecht. En op andere plekken kan die rivier, kan ook weer water verliezen. Nou, dat is wat je in dit plaatje heel mooi kunt zien. Nou, als je dat nog vertaalt naar Nederland, heb ik hier een omgeving wat in Midden-Nederland zit. Wageningen kun je zien, Veenendaal kun je zien, Leusden kun je zien. En dit is dan wat een stuk is van de Gelderse Vallei. Het zuidelijke deel van de Gelderse Vallei, wat dan het Binnenveld heet. En die kleurtjes geeft nu aan de waterpeilen, zou je kunnen zeggen. En die lijntjes, dat zijn weer die isohypsen of die grondwaterlijnen, zoals ik die zo net liet zien voor dat intramontane bekken. Dus daar in het oosten, daar is het rood. En rood wil zeggen dat het hoog ligt. En in het midden en het noordwesten, daar bij Leuzen, is het blauw. En in feite loopt het dus van die stuurwallen naar de vallei. En van de vallei loopt het naar het noordwesten toe. Dus je kunt op die manier heel makkelijk zien waar het heen stroomt en tot op zekere hoogte hoeveel drukverschil er is over een afstand. En hier zie je dat nog een keer uitgelegd. Maar dan heb ik de rode kleurtjes even weggehaald om makkelijker te kunnen zien waar dan wat precies stroomt. Nou, die kaartjes, mocht je dat leuk vinden, die kun je heel makkelijk zelf maken bij op een internetsite. Die heet dan Grondwatertools. En dan kun je heel mooi uitproberen van hoe die stroming in jouw omgeving dan precies is. Op basis van al die boringen, al die grijzige of blauw-bruinige stipjes die je op deze kaart ziet, die allemaal in een nationale database, die Dienerloket heet, staan. En je kunt hier mooi zien aan dit kaartje de topografie, dus de hoogte, de stuwwallen van de tongbekken. Dus hier heb je die gletsjer,
gelegen en die heeft die stuwwal omhoog gedrukt. En het water loopt dus van die stuwwaller gewoon naar het dal toe en dan richting Leusden het gebied uit. Nou, hier zie je het nog een keer bij elkaar. Als ik nu uitzoom, als ik nu wat verder wegkijk, dan zie ik daar die hele Veluwe achter liggen. En Arnhem zie je daar mooi rechts. En daar heb je die hele hoge rand van de Veluwe, ook een stuwwal. Daar lag, waar nu de IJssel ligt, daar lag ooit ook een lange, grote, brede gletsjertong. En die heeft dat naar het westen geduwd. Dus die hele Veluwe is ook gestuwd daardoor. En je ziet dat die hele lijn daar ligt. Al die streepjes er dicht bij elkaar. En het oostelijke deel van de Veluwe, dat water dus af richting de IJssel. En het westelijke deel watert af naar het westen. En dat komt dus naar richting Gelderse Vallei. Kun je heel mooi zien hoe dat gekoppeld is aan de topografie weer. Dus weer zo'nzelfde kaartje. Kun je heel mooi van het algemeen hoogtebestand Nederland pakken. En je kunt heel mooi die koppeling zien. Dus je zou haast kunnen zeggen dat topografie, dus de hoogtekaart van Nederland, heel sterk bepalend is voor de grondwaterstroming. En in Nederland geldt dat tot op zekere hoogte. Klopt dat ook wel. Hier heb ik een ander plaatje. Je herkent Nederland ook. En het is een beetje omdat hij onder een hoekje zit dat Groningen en een stuk van Zeeland eraf geknepen zijn. We zijn eigenlijk ook in de hoogtekaart. Die rode dingen zijn steden en dorpen. En al die ruitjes die je erop ziet, dat is feitelijk ook weer van waar Nederland relatief wat hoog is en waar minder van die ruitjes zijn, is Nederland behoorlijk plat. Nou, dat is een kleine animatie. Ik weet niet of die drie, ja, die gaat het doen. Even aanzetten. En dan gaat het mij er vooral om dat jullie kijken van wat gebeurt er nou hier in Nederland. Zien jullie dat het steeds meer blauw wordt? Wat ik nu aan het doen ben, is feitelijk zeespiegelstijging nabootsen. Dus nu iedere stap, je ziet dat hij een beetje schorsgewijs gaat, maken we de zeespiegel een klein beetje hoger. En dan berekent dit ding, dit modelletje, wat voor effect dat heeft op Nederland en welke stukken dan onder water zouden gaan. Al heel snel de klos was, dat gaat onder water. En je ziet hem nu nog steeds blauwer en blauwer worden. Ik weet niet waar jij woont, waar jij nu zit te kijken. En of jij nu in het nog groene deel zit, of dat je inmiddels al lang opgezwolgen bent door het blauwe deel. Maar dit ziet er natuurlijk niet al te best uit. Als Nederland er zo uit gezien. Je kunt nou wat restjes zien van duinen. Het grootste deel daarvan is ook weg. En dat geeft ook een beetje aan hoe extreem deze animatie is. Hij gaat veel verder dan de zeespiegelstijging zoals we die zouden kunnen verwachten de komende 100 jaar. Ik stop even dit beeld. En ik zet hem nu even naar wat wel vrij realistisch is en dat is dit. Orde grootte dit. Dus dat betekent dus dat er in West-Nederland, je ziet nu dat de Haarlemmermeerpolder, waar Schiphol ligt, is weg. Flinke stukken van Rotterdam met Den Haag en Delft zit in de verdrukking. Dus eigenlijk het hele Groene Hart is goed deels weg. Een stuk van Noord-Holland is weg. De IJsselmeerpolders zijn weg. Dus we kunnen niet zomaar doorgaan met wat we nu aan het doen zijn. Terwijl de zeespiegel stijgen doorgaat. Dus we moeten wel zorgen dat we ons aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Dat is wat deze kaart laat zien. Nou, deze hadden we dus net al even te pakken. Hè, met die verdeling van water. En wat we dus aan het doen zijn, is kijken van hoe kunnen we nou zorgen dat er voldoende water ook blijft onder natte en droge omstandigheden. Nou, hier heb je de stroomgebieden van Nederland, tezamen met zeg maar, het waternetwerk. Dus het linkerkaartje is het waternetwerk, alle grotere watergangen, grotere rivieren en grotere kanalen. En rechts zie je zeg maar, de watereenheden van Nederland. En dan zie je Rijn-West. Dat wel te begrijpen, dat is het westelijke stuk van waar de Rijn water stroomt. Maar je ziet ook een Rijn-Oost, een Rijn-Midden en een Rijn-Noord. En dat is op zich wel wat gek, zou je kunnen zeggen. Maar dat is omdat wij water gebruiken om in droge tijden
vanuit het IJsselmeer weer water in te laten, of eerder al vanuit de IJssel water in te laten via de kanalen, om er zo om droogte tegen te gaan. Dus je kunt tot in Groningen kun je Rijnwater vinden. En dat is dan via Friesland naar Wageningen, naar Groningen verscheept. Nou, hier heb je dan zo'n kaartje, een hele Friese boezem daarop aangegeven. En al die rode pijltjes die laten zien van hoe dat water wordt ingelaten in Noord-Holland, hoe dat water wordt ingelaten in verschillende polders, hoe dat water ingelaten in de Friese boezem. En bij de Maas gebeurt dat op zekere hoogte ook. Dus waar je maar bij kunt, hè, dus als het te hoog zit ten opzichte van de rivierpeil, dan lukt dat niet meer. Maar waar je maar bij kunt, door de rivier of door de kanalen, dat probeer je dan nat te houden. Nou, dit zijn wat belangrijke landschappen in Nederland. Maar die kaart waar het, die je hier naar rechts ziet, dat is waar we allemaal kanalen hebben gegraven. En die hebben allemaal verschillende functies of functies gehad. Dus sommige hebben een drainagefunctie, we wilden het water kwijt. En dan graaf je kanalen en loopt het water weg. Er zijn kanalen aangelegd om scheepvaart te bewerkstelligen. Dus dat is ook bijvoorbeeld bij de Twentekanalen belangrijk. Er zijn kanalen aangelegd om irrigatie te vergemakkelijken. Er zijn kanalen aangelegd om water naar bepaalde plekken te brengen. Omdat die te zout werden. En in het verleden hebben we nogal wat kanalen aangelegd waar veen gewonnen werd. En dan kon het veen mooi op bootjes worden geladen en worden afgevoerd. Dus dat was ook een soort transportleiding daardoor. Nou, dit is de geologische kaart. Ik denk dat jullie die wel eens gezien hebben. En hier staan een paar rare kreten op, zoals Holoceen en Pleistoceen. En feitelijk wil dat zeggen, Holoceen is alles jonger dan 10.000 jaar. Dus na de laatste ijstijd, we hebben hier toen geen ijs gehad, maar was het wel heel koud. Of in die tijd van de ijstijden of daarvoor. En al dat bruinige en groenige, donkergroenige is allemaal van 10.000 jaar jonger. Wat naar geologische begrippen dus heel jong is. En alle rozige en oranje plekken, dat zijn dan de oudere stukken. En blauw van het rivierengebied net zo. En die zijn veel grover qua afzettingen. Dus die stroming is totaal anders. En het waterbeheer in dat bruine en groenige is heel anders dan in het oranje en roze gebied. Nou, wat we nu hebben, we hebben dit kaartje net al laten zien met die omgeving van Wageningen. We hebben een gebied met behoorlijk veel hoogteverschillen in Nederland. En alles wat hoger ligt dan 2 meter boven zeeniveau, dat kan behoorlijk makkelijk afvoeren. Alles wat lager dan 2 meter boven zeeniveau zit, dat heeft te maken met de Noordzee. En dat heeft te maken met getijdenbeweging. Dus je kunt op het moment dat er vloed is, niet heel makkelijk meer rivierwater de zee in laten lopen. Dan moet je eigenlijk, als het ware, even wachten totdat het weer eb wordt en dan loopt het er weer uit. Dus die invloed van getijden is behoorlijk groot in dat hele laag stuk van Nederland. Eigenlijk, nou, zou je kunnen zeggen, net een beetje westelijk van Utrecht. Dus dat betekent dus dat je in West-Nederland eigenlijk al het water moet wegpompen en dat je in het oostelijke deel van Nederland dat vrijelijk kunt laten uitstromen. Nou, dat is wat er in dit overzicht mooi staat. Dat rode streepje wat zo door Nederland loopt, is feitelijk een soort scheiding van het water, van wat je moet pompen of moet met zwaartekracht kunt afvoeren. Dit plaatje laat me heel mooi zien hoe ver die getijdenbeweging dan loopt. Bij de kust, ook van Holland, is helemaal niet zo gek dat je daar heel goed die getijdenmeting kunt zien, de getijdenbeweging. En die loopt van zo'n plus 2 tot min 1, min 2, min 3 meter. Ten opzichte van zeeniveau. En dat plaatje wat je daar linksboven ziet is dan een maand aan gegevens. Die zijn heel mooi te vinden op Rijkswaterstaat website. En dat kun je helemaal vinden tot in de bovenmerwede. Dus zo ver boven stroom zie je nog die invloed van de getijden. En ga je dan al verder, dan zit daar waterbeheer tussen. Dan komen de eerste stuwen komen daar en dan verlies je dat. En dan krijg je veel meer dat lange termijn effect van natte periodes, droge periodes en veel meer wat er bovenstrooms gebeurt. Dan krijg je dus veel geleidelijker, gelijkmatiger signaal dan wat je dus in het westen ziet. In het westen is het veel nerveuzer, zou je kunnen zeggen. Nou, dit is een plaatje van verdamping. Wat is dat nou eigenlijk? Nou, wat verdamping is, KNMI die doet dat heel goed. Die meet verdamping door met name dan temperatuur en straling te meten.
En op basis daarvan en nog een paar andere variabelen die wat minder belangrijk zijn in die berekening, kun je bepalen hoeveel vocht die op Nederlandse gevallen uiteindelijk weer de lucht in gaat. Dus dat heet dan de referentieverdamping. Dat is feitelijk een door KNMI berekende verdamping. We hebben niet alleen met de referentieverdamping, we hebben ook te maken met plantjes. Andere soorten gewas met bos. En wat doet dat bos ten opzichte van een gras? Wat doet een maïs ten opzichte van een gras? Dat is wel heel wezenlijk om te bepalen hoeveel water uiteindelijk weer de lucht in gaat. En dat is wat dan potentiële verdamping heet. En dat grafiekje links dat laat zien dat je verschillende factoren hebt waarmee die verdamping die de KNMI berekent moet vermenigvuldigen om tot de verdamping te komen van een bepaalde plek in Nederland. Dus daar heb je een kaart voor nodig, een kaart met het landgebruik. Het maakt heel veel uit. Hier zie je dat nu heel mooi terug met verschillende gewassen. En die getallen die je daar rechts ziet, dat zijn hoeveelheden op jaarbasis van verdamping in Nederland. Deze breedtegraad, dit stukje van de wereld. En dan kun je heel mooi zien dat stuifzand heel slecht verdampt, of weinig verdampt, en er staan heel weinig planten op. En dat juist een donkerbenaaldbos heel veel verdampt. Dus wij kunnen in ons waterbeheer in Nederland kunnen we variëren met de verdamping. We kunnen variëren met het landgebruik en kunnen daarmee invloed uiteoefenen op hoeveel water uiteindelijk dan in je systeem blijft of de lucht in gaat. Nou, dat kun je een beetje zo zien als een bloempot. Dus hier heb je het vochtleverend vermogen van bodems. Nou, hier heb je dan een plantje buiten, een plantje in je huiskamer. En dat plantje dat probeert vocht uit die bodem te krijgen, uit die pot te krijgen. En dat gaat goed totdat die pot te droog wordt. Dus dan gaat het plantje dood. Nou, dat wordt verwelkingspunt genoemd. En als je te enthousiast bent en je gaat te veel water geven, dan, zeker als je een gaatje boort in die pot, dat het niet helemaal vol komt te staan met water, dan wordt je vloerbedekking nat. En dan gaat die uiteindelijk weglekken. Nou, dan ga je dus boven de capaciteit van die grond uit. Je maakt hem te nat feitelijk en dan gaat die druppen totdat de zuigspanning in die poriën dat water kan vasthouden. Dus dan is hij vochtig, maar niet meer te nat. Nou, die hoeveelheid water tussen hij stopt met druppen en het plantje gaat dood, dat heet het vochtleverend vermogen van bodems. Dus daar kunnen we mee gaan spelen. Hier zie je de KNMI berekende neerslag in Nederland. Voor zomers en voor winters. Dus van april tot september. En voor oktober tot en maart. En je kunt daar heel mooi zien dat april een hele droge maand is, gemiddeld gezien. Het is het gemiddelde van 30 jaar metingen. En je kunt zien dat november, oktober, november de natste maanden zijn. Dus de tweede helft van het jaar, al die hele blauwe kaarten, daar regent het beduidend meer. En in die maanden, februari, maart, april, zijn onze relatief droogste maanden, gemiddeld gezien. En dat is ieder jaar is dat verschillend, maar als je dat middelt over 30 jaar, dan kom je daarop een beetje buiten. We hebben niet alleen te maken met gemiddeld weer, maar we hebben ook uiterste. Nou, als je metingen hebt van 30 jaar, dan kun je gaan kijken van oké, maar wat waren dan typisch droge maanden of jaren? En wat waren typisch natte maanden of jaren? En hier zie je dan die groene lijn. Dat is zoals het in Nederland normaal gesproken is, gemiddeld gezien is. En dan zie je april inderdaad als droogste en november inderdaad als natste. Maar het kan ook die rode lijn zijn. Dat is een hele droge. Of het kan ook die donkerblauwe zijn. Dat is een hele natte. Dus wij moeten steeds meer nu gaan wennen aan het feit dat we niet gewoon gemiddeld weer hebben, maar dat we dus uiterste hebben in het weer. Om te kijken van hoe gaan wij ons waterbeheer nog goed inrichten. Maar dat scheelt nogal wat. Ja, als je naar die verschil kijkt tussen die blauwe en die rode lijn. Hier is de som van die neerslag. Dus als je al die maanden nou optelt van die 30 jaar, dan zie je dit in Nederland. Dit is een beetje gek, misschien. He, wat je heel mooi kunt zien nu, en ik ga niet naar de kaartje wijzen, want dat zien jullie toch niet, is hele blauwe vlakken.
donkerblauwe vlakken, paarsige vlakken met meer dan 950 mm regen. Dat wil dus zeggen 950 liter per vierkante meter per jaar. En je hebt dat gele stukje daar in Limburg met maar 750 mm per jaar. Dus dat is een behoorlijk verschil. Nou, dat komt door feitelijk wat je ziet ook bij bergen. Dat het bij bergen aan de ene kant heel hard kan regenen en aan de andere kant veel minder kan regenen. Dat merk je soms met vakantie. Als je door een tunnel gaat, dat het aan de ene kant hard regent en aan de andere kant zelfs mooi weer kan zijn. En dat heet het orografisch effect. Het effect van heuvels, van bergen op wind. De effect van heuvels en bergen op regen. Nou, en in dit geval zie je dat zelfs een Veluwe is hoog genoeg om effect te hebben op de buien die overkomen, op de regen die overkomt, en dat daar meer regen valt. En dat zelfs de Utrechtse heuvelrug, die beduidend minder hoog is, dat ook kan. Dat zelfs die wat hogere hoek van Drenthe, de Hondsrug, dat ook kan met de bossen. Maar ook dat de steden, zoals Rotterdam en Amsterdam, ook door hun hoogbouw invloed hebben op hun atmosfeer en daardoor ook extra regen krijgen. Dus dat is wel een effect waar wij tegenwoordig rekening mee houden. Dat het in die steden gewoon meer regent omdat de stad er ligt. Hier zie je dan zo'n doorsnede. Hè, dus over de Veluwe heen en over de Utrechtse Heuvelrug. En dan kun je zien dat de Veluwe die gaat tot 110 meter boven zeeniveau. En de Utrechtse Heuvelrug tot een meter of 40, 50. Hier heb je de verdamping per maand weergegeven. Weer over die 30 jaar. En je kunt zien dat in de winter de verdamping bijna nul is. Nou, dat is niet gek, want het is koud en de dagen die zijn kort. Je hebt heel weinig zonnestraling. En dat begint dan in maart weer op te lopen. En in april begint dat weer wat serieuzere vormen te krijgen. En tot aan juni, juli, waarbij de verdamping het grootst is. Dus dat is het beeld. Dit is weer gewoon die verdamping zoals die door het KNMI uiteindelijk wordt berekend. Dus niet waar de plantjes ook in meegenomen zijn. Nou, dat is deze variatie dan. En je kunt weer kijken naar wat nat of wat warm was en wat koud was. Dus wat de verschillen zijn. Nou, de gemiddelde is weer die groene lijn. En de rode is een warm jaar, de warmste maanden. En de blauwe, dat zijn de koudste maanden. Dat scheelt ook nogal wat weer. Nou, hier zie je dat er helemaal geen relatie is met de hoogte van Nederland. Hè, wat we in de neerslagkaart wel zagen. Maar je ziet wel een soort verschuiving dat Zeeland toch duidelijk wat meer verdamping heeft dan Groningen. Nou, waar komt dat? Als ik die er nou eens bij pak, de temperatuur is net wat hoger in Zeeland ten opzichte van Groningen. En de zonnestralen langs de kust, de zonneschijnduur, het aantal zonneuren per jaar langs de kust, die zijn net wat hoger dan in het binnenland. En dan bijvoorbeeld in de Achterhoek en ook weer in Groningen. Dus als je die twee combineert, en dat zijn die twee belangrijkste elementen van die berekening van die verdamping, dan zie je dus dat Groningen minder verdamping heeft dan Zeeland. Als je die twee van elkaar aftrekt, dan krijg je een overschot, dan krijg je dus wat blijft er over als je de verdamping aftrekt van de neerslag. En dat is dit plaatje. Hier heb je ze per maand weer en dan zie je dat er in de winter allemaal plussen zijn. Dus dan hebben ze meer neerslag dan verdamping. En dat er in de zomer, zeker in het eerste stuk van de zomer, meer verdamping is dan neerslag. En dat begint dan in september begint dat weer om te draaien. Nou, dat is voor een deel dus omdat het meer begint te regenen in de tweede helft van het jaar. Dus je kunt eigenlijk nu gaan kijken van wat, en dat is belangrijk voor Nederland, van wat is nu het gemiddelde weer, dat is die groene lijn, en wat is het uiterste. En je kunt die twee combineren. Je kunt bijvoorbeeld, de rode is droog, de rode is warm, dus kun je warme en droge jaren definiëren, en je kunt koude en natte jaren doen. Nou, beide hebben we. Dus het is een beetje een extreem beeld door al die meest natte en meest koude te combineren van iedere maand weer. Maar het geeft toch wel een idee over wat ons mogelijk te wachten staat in de komende jaren in termen van extreem weer. En dan kom je hierop uit. Dus weer een grafiekje, maar het is niet een hele moeilijke grafiek, denk ik. In millimeters, de groene lijn is het gemiddelde weer. En dan zie je die nullijn.
staan. En alles wat boven de nul is, iedere maand, is dus over. Krijgt dus wateraanvulling. En als die groene lijn onder de nul gaat, dat is dan een tekort. En dat is waar dus de planten moeten zorgen dat, dat ze dat aanvullen uit het bodemvocht. En in totaal is er over. Maar heb je een nat, koud jaar, dan kom je bij die blauwe lijn uit. En dan heb je dus het hele jaar door heb je heel veel water over. Dat betekent dat je heel veel water moet bergen en heel veel water moet afvoeren. Ga je naar de rode lijn, dat zijn de warme, droge jaren, zie je dat je in januari bijna geen water over hebt. In februari, maart kom je al tekort. In de zomer kom je heel veel tekort. En dan aan het eind van het jaar is er pas weer wat over. En dat verschil is enorm. Dus als je deze twee uiterste lijnen kijkt, dan heb je het grootste overschot. Is meer dan 1000 mm. Dat is dus meer dan 1000 liter per vierkante meter per jaar die je moet afvoeren. En het grootste tekort is 400 mm. Dus het verschil is 1400 mm water tussen die twee uitersten. En dat betekent dus 1400 liter per vierkante meter verschil. Dus voor waterbeheer is dat toch wel een hele grote zorg dat wij beide uitersten gewoon aan kunnen. Nou, hier heb je die ruimtelijke verdeling. En het is niet zo gek dat de grootste overschot zit op de Veluwe. En die andere plekken die ook zo net donker gekleurd waren, zoals Amsterdam en Rotterdam en de Utrechtse Heuvelrug en Drenthe met Hondsrug, dat daar ook over is. En dat nog steeds daar die hoek daar in Limburg, dat Maasbracht, dat daar de grootste tekorten te vinden zijn. Dus dat betekent dus dat we voor het waterbeheer op sommige plekken meer dan 400 mm overhouden. Dus 400 liter per vierkante meter per jaar en op andere plekken maar 100. En dat komt doordat je die twee kaarten combineert. Die trek je van elkaar af, zou je kunnen zeggen. Is dat nou voor ieder jaar gelijk? Nee, dat is niet voor ieder jaar gelijk. Hier heb je het overschot of tekort van verschillende jaren. Van 2007 tot 2012. En is dat kaartje geel, dan zit je goed. En dan is er niet te veel tekort ontstaan, geel of groen. En ga je naar rood toe. Rood is zorgelijk. En hoe dieper rood het is, hoe erger het wordt. En dat je een risico hebt met droogte. Dus 2009 was dus een relatief droog jaar. En die andere jaren viel het eigenlijk wel mee als je dit zo liet. Dit is een opname aan het eind van de zomer. Dus dit is een overzicht op het moment dat het winterhalfjaar begint. KNMI levert ook dit soort mooie kaartjes, dit soort mooie grafiekjes. Dan zie je weer het zomerhalfjaar en het tekort zoals dat oploopt door het jaar heen. Nou, ik denk dat heel veel mensen wel naar deze kaartjes gekeken hebben de afgelopen twee jaar, in 2018, 2019, toen het zo droog was. Die blauwe lijn laat het gemiddelde zien en dan kom je op zo'n 100 mm tekort in de loop van de zomer. En dan vlak je af omdat het harder gaat regenen, wat meer gaat regenen. De groene lijn is de 5% droogste jaren. Dus dan zie je al dat je 200 mm tekort komt of uiteindelijk 300 mm tekort. Nou, dat is dus 300 liter per vierkante meter die je tekort komt. Dus dat gaat om heel veel water. En de rode lijn is 1976, wat nog steeds een recorddroog jaar had. En dan die dikke blauw-zwarte lijn is dan dat jaar 2007, het jaar 2008, het jaar 2009 en verder. En dan zie je dat wat net zeiden van nou, aan het eind van de zomer was het eigenlijk wel prima bij de meeste jaren. Maar dat er dus op, bij momenten toch wel tot 200 liter per vierkante meter tekort was. Dus dat betekent dus dat er op sommige delen in het voorjaar, vroeg in de zomer, toch een behoorlijk watertekort ontstond. Dus dat is ook iets wat, waar we in Nederland steeds meer rekening mee moeten houden. Nou, dit is het tekort in 2019. En je, wat je ook nog op die figuur ziet, is het tekort van 2018. Daardoorheen, dat is die lichtgrijze lijn, en die was bijna net zo droog als net in 1976. En ook in augustus vlakte die wat af, omdat het meer begon te regenen. En zoals we nu gezien hebben, begint in augustus ook altijd de regen alweer wat meer aan te trekken. Maar je ziet die hele achterhoek, Twente, oostelijke deel van Brabant en Limburg, dat waren de plekken die het meest last hadden verdroogd. En dat klopt ook met wat er in het nieuws was. Hier heb je 2018 aan de voor en die ziet er veel zorgelijker uit. Dus hoe roder, hoe donkerder rood, hoe beroerder het is. En je ziet hier heel duidelijk het groot verschil tussen 2018 en 2019. Maar 2019 lijkt dus wel mee te vallen. Maar dat is betrekkelijk. Dus als je dat nou eens bekijkt naar hoe
die kaartjes tot stand komen. Wat KNMI doet, en dat kan ik mij voorstellen, dat is wel begrijpelijk, is ze meten alleen het zomerhalfjaar, ze berekenen alleen het zomerhalfjaar, en dan zetten ze de teller op nul, omdat feitelijk de grond dan aangevuld zou moeten zijn. Nou, dat was in die winter van 2018 naar 2019 helemaal niet het geval. Dus je ziet het tekort oplopen. Dit hebben we in Wageningen uitgerekend op basis van de gegevens van KNMI. Bij die blauwe lijn, dat is op het moment dat je dan op 1 april de zaak weer op nul zet. Dus ook wat op die kaartje stond van zo net. Of je rekent gewoon door in het winterhalfjaar en dan krijg je dus dat het tekort nog niet is aangevuld en dat het dus oploopt zoals die rode lijn aangeeft. En dan is de droogte van 2019 is net zo extreem, hij duurt wat minder lang, maar hij is net zo extreem als 2018. En wat je ook heel mooi kunt zien is dat die lijnen inmiddels wel weer door nul gaan. Zowel de gecorrigeerde lijn van KNMI als de lijn die wij dan op basis van dezelfde getallen hebben uitgerekend. En dat komt omdat vanaf oktober 2019 is het, ja, in ieder geval naar mijn mening, begonnen met regenen en nooit meer gestopt met regenen tot een paar weken geleden. En daardoor kreeg je dus heel veel aanvulling. En zitten we nou niet meer met een tekort. Nou, als je dat nou kijkt naar hoe dat over Nederland verdeeld is. In West-Nederland konden we wel zien dat er weinig tekort was ontstaan. En als je die gecorrigeerde berekening doet, of de berekening waar de teller niet op nul wordt gezet, dan is er in de Bilt geen ander resultaat. Dan is er in Noord-Holland geen ander resultaat. Maar dan zie je dat met name in het oostelijke deel van Nederland, wat al in de problemen was volgens de KNMI-kaarten, dat het probleem veel groter was. En dat zelfs de droogte van 2019 nog ernstiger was dan de droogte van 2018. Nou, en dat is heel mooi in lijn met wat er ook in het nieuws was. Dat daar de droogte juist heel erg erin heeft gehakt in die regio. En dat daar dus des te meer water nodig was om te compenseren. En ook die is nog niet aangevuld. Dus de Achterhoek is nog steeds aan het herstellen van het tekort van toen. Nou, zo ziet dat dan uit, zo'n droogte. Hier hebben we de droogte van 2018. Hele mooie satellietbeelden. En als je dan naar 6 juni van 2018 kijkt, dan zie je Noordwest-Europa nog heel mooi groen. Dus alle planten deden er nog. En wat is net over de bloempot, van hoeveel vocht zit er dan in de bodem. En kijk je dan naar een paar weken later, naar juli, dus anderhalve maand later, dan is alles bruin. Met name Denemarken zie je dat die hartstikke bruin is. Frankrijk, Engeland, maar ook Nederland had er veel van te lijden. Dus dat betekent dat de rivieren die beginnen in te zakken. De irrigatie, dus de beregening die is er nodig, maar dat mag op een gegeven moment niet meer. En om het drinkwater nog steeds goed te kunnen voorzien, je kunt moeilijk zeggen van jullie mogen geen water meer drinken, krijg je dat er een beregeningsstop wordt afgekondigd. Je mag niet meer uit het oppervlaktewater beregenen, je mag niet meer uit het grondwater beregenen. En daardoor is er heel veel verlies van opbrengst. Dus dat is iets wat ik wil laten zien, dat in Nederland de verschillen, ook al is Nederland heel klein, die kan de impact heel groot zijn. En dat het gevolg is van verschillende soorten van ondergrond, verschillende vormen van landgebruik en verschillen in weer. Ik denk dat ik het hier even bij laat voor deze eerste stap. En mogelijk dat ik snel nog een keer een filmpje doe en dan gaan we verder met onderdelen van verdamping en neerslag en stroming.